weer een nieuwe vlog. Ik ben nog steeds gezellig met Daan. En wij zitten nu in een taxi onderweg naar Hurley's om daar weer het WK te gaan kijken. Dus we hebben even lekker een koffietje gehaald. En vandaag speelt Nederland tegen Amerika. Dus ik denk dat het wel een leuke wedstrijd is. Het is alleen echt rot weer. Ik ben ook helemaal overbelicht volgens mij. Maar nee, het regent best wel hard. En het gaat ook echt de hele dag regenen. Dus dat is minder. Maar goed, gelukkig kunnen we binnen voetbal kijken. En redt een taxi ons ook wel. We zijn er weer. Ja, bij het voetbal. Het is al 1-0. En we zijn nu bij Applebee's met Mirjam en Quint en Daan uiteraard. En we gaan hier zo meteen even ontbijten. Het is inmiddels denk ik 1 uur. Hoe laat is het? 10:50. 10:30 en dit wordt ons ontbijt. Dus dat hebben we alweer helemaal netjes gedaan. Maar goed, we moeten natuurlijk vroeg bij de voetbal zijn. Wat we wel hebben gewonnen als Nederland tegen Amerika. Dus dat is mooi. En nu sterven van de honger. Eindelijk hebben we eten. Lekker frietjes. We staan er weer bij de Krispy Kreme en dat is prima. Donuts, daar houden wij van. Ja. Yeah. Dit is de remix. Wij zijn even bij Krispy Kreme om uiteraard weer een donut te eten. Of twee. Ga je er niet nu in eten? Doe je wel, maar ik wacht al even dat we het allemaal gezellig kunnen eten. Also, die vrouw ziet aan mij dat ik veel groei, want ik krijg echt, nou gewoon... Je krijgt echt heel veel. Ik kan 3 jaar verkouden zijn met dat tissue dat ik heb gekregen. Ja. Lekker! Lekker donuts weer. Hoeveel heb je er deze keer gedaan? Vertel eens even. Jij wou er weer 2, ik wou gewoon 1 keer. Wij zijn lekker aan het winkelen. Nou, tenminste lekker. Slide. Het was net bij de TJ Maxx bloedheet. Niet normaal. Wel allebei wat gekocht, dat scheelt. Maar het was echt zo heet. Als we hadden die verwarming denk ik zo hoog staan. Even naar Nordstrom, het is gelukkig toch. Ze hebben dus nieuwe kleur van Longchamp tassen. Echt veel roze. En ik hou eigenlijk helemaal niet van kleur, maar ik vind dit echt fabulous. En de kerstman is hier. Alles is gaande. Kijk hoe leuk. Dat ze nog eens winkelen met een sfeertje. Wij lopen even op een kerstmarktje bij Columbus Circle bij Central Park. En we zoeken eigenlijk Blue Wine. Maar ik zie voornamelijk allemaal dingetjes, spulletjes. Niet echt eten en drinken. We hebben het gevonden hoor, Blue Wine. Lekker! Heerlijk! We hebben lekker Blue Wijntje. En lekker daarmee door Central Park lopen. En weer alle avond. Tenminste, glitteravond. En Daan is ook mee. En Daan ziet er zo freaky uit. Helemaal disco ready. Pizza aan het halen. Jongens, we halen lekker pizza. We hebben een beetje moeilijk gedaan. Iedereen haalt bij Veroni wel voorbij. Sushi slices. Ah ja, of cheese. En wij doen weer moeilijk. Veroni. Nou, we hebben lekker pizza na het uitgaan. De clubbouwer waren ze daar. We zijn nu hier. Dus een standje aanvallen. Daar is een standje aanvallen. Oh, doe voorzichtig met je mond, dat is heel heet. Ik ben op standje aanvallen. Er zitten hier allemaal muisjes. Ja, ik vind het niet cute. Het is zondag vandaag en wij zijn weer lekker onderweg. Het is inmiddels al, denk 12:30 of zo. Ja, laat. Nou, we waren om 16:30 thuis. Dus we hebben een beetje rustig aangedaan vanochtend. Het zonnetje schijnt lekker.
En nu even naar Soho om daar een beetje te winkelen. Een beetje rond te lopen. En dan helaas alweer je laatste volle dag. Ja. Maar wel veel gedaan. Ja, we hebben echt veel gezien, heb ik het al. En goed feest. Ja, echt, gisteren was wel echt leuk. Wij zitten even te lunchen in Soho, lekker in het zonnetje nog. 6 graden, maar mag het verder niet lukken. Nou, lunch, ontbijt eigenlijk ook om, wat is het? 2:10. Ja. Dus dat doen we goed. $80. Nou, niet echt heel veel goedkoper of zo. Ja, eerst kon je er natuurlijk altijd echt iets van 20% afhalen of zo. Letterlijk. Nu is het duur, jongens. Het is niet voordelig om hier te winkelen. We landen zomaar in een pop-up shopje. Ja, geen idee van welk merk, maar... Ja, welk merk wel. Ja? Ja, dit zijn die lipdingetjes. Cute. Nou, gaan we ook nog naar buiten met een goodiebagje. Heel schattig. Met allerlei mini'tjes en teststukjes. En nu onderweg naar het restaurant. Wij zitten bij Cyprian Downtown. En van de familie waarvan deze restaurantketen is, zij hebben dus Bellini uitgevonden als drankje. Nu hou ik sowieso van Bellini. En voordaan de eerste Bellini. Ja. Lekker? Ja, ik vind het echt heel lekker. Cute. Hier binnen ook. We hebben lekkere pasta's om te delen. Helemaal lekker. En nog even lekker dessert. Lekker stukje taart. Nou, gelukkig hebben we er één genomen. Een stukje meringentaart, klein stukje maar hoor. Het is vandaag maandag en jammer genoeg gedaan de laatste dagje al. Het is snel gegaan. Ja, zo snel. Maar wel heel veel gedaan. Ja. En heel gezellig. Ja. En we zijn nu onderweg naar de Brooklyn Bridge om daar nog even lekker op te wandelen. Maar eerst koffie. En croissantjes. Dan lekker met een koffietje over de Brooklyn Bridge lopen. Heerlijk. Top. We zijn dus even bij het viewing point in Dumbo. Ik zie altijd zo druk. Als in zoveel mensen zijn hier foto's aan het maken. Nou is het jouw beurt. Ik ga ertussen staan. Dan zit het erop. Ja, zo is het aangegaan. Moet ze weer helemaal terug naar Nederland. En elkaar nog 1,5 maand missen. Zet. Hoi, Scotty. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Toko Sinterklaasje. Drie keer raden wat wij aan het doen zijn. Yes, 5 december, dus we vieren nieuwjaar. Happy New Year. Nee, wij zitten Sinterklaas te vieren. Bij Samadaan. Met de geïmporteerde pepernoten. Geïmporteerde met de Euro-vliegtuigjes en jullie chocoladeletters. Alles is van de partij. Dus dat is top. We hebben een lekker kaasplankje met een shout-outje naar Sam. Lekker. Ja. Die hard de best aan het doen is. Ja, nog steeds. Nog steeds. Lekker. Ja. Het is vandaag dinsdag en ik ben met Carrie. Aan het wachten op een taxi in de regen en mijn voeten zijn zo koud. Want we gaan naar een event. Maar voordat we er zijn, zijn we nat. En het duurt allemaal heel lang, want iedereen wil een taxi. Het regent echt zo hard. En we kunnen dus gewoon letterlijk geen één taxi krijgen. Rond 5, het is nu volgens mij 5:30. Dus dat betekent dat we al een 30 minuten een taxi zoeken. En alle lifts en alle Ubers cancelen ook. Wij hebben een Sex in the City momentje hoor. In de regen op deze schoenen. Taxi proberen te zoeken naar een evenementje. We hebben inmiddels een taxi gevonden. En we zijn nu dus onderweg. Jullie zijn zo in shock. Lizzie McGuire kijken? Lizzie McGuire kijken. Nee, vanavond geen Lizzie McGuire kijken. Vanavond feesten. Wait, say that. Feesten. Feesten? Feesten. What does that mean? Partying. Oh, we're going to feasting. We're going to feast, yeah, almost. Going to partying. Yeah. Wait, how do you say we're going partying? We gaan feesten. Wait, the first part? We gaan. We gaan. We gaan. We gaan. Feesten. Feesten. We gaan feesten. Dus dat gaan we nu doen. Yeah.
nu in een taxi onderweg terug naar huis. Het was wel een leuk event. Het is nog best wel vroeg. Het is nu 9:30. En door mijn stem klink ik volgens mij echt alsof ik god gewoon zijn avond heb staan te zingen en heb gedronken. Maar dat valt gewoon mee. En Carrie zit achterin. En we zijn nu onderweg naar huis. En ik moet morgen eigenlijk een presentatie geven, maar ik heb nog niks voor die presentatie gedaan. Tegen de tijd dat ik thuis ben is waarschijnlijk kort over 10:30. Het is woensdagavond en ik loop momenteel met een doos Krispy Kreme donuts door Soho. Want vier vriendinnetjes zijn vandaag aangekomen. En die verblijven lekker met z'n vieren in een hotel in Soho. Dus ik ben nu onderweg naar daar om hun daar te ontmoeten. En ik heb ze alle vier al sinds begin de auto's niet meer gezien. Dus echt heel veel zin in. Heel gezellig de komende dagen. En zometeen ook even lekker eten, want ik heb zoveel honger. En ik heb ook echt de afgelopen 2 dagen voor een meter geklopt, geloof ik. Omdat ik echt heel veel voor werk en voor uni moest doen. Om dat ook allemaal een beetje klaar te krijgen voor deze dagen. Dus dat heb ik gedaan, de hele tijd binnen gezeten. Nu in de wind lopen, ook heel veel. Maar goed, ik ga snel daarheen. We zien jullie op de vlog! Eindelijk! Goedenavond, welkom bij de vlog. Het is vandaag 6 graden. Het is wel warmer dan dat. Ja, we kunnen... Oh nee, niet. Ja, bij wit kan je gaan. Dit is groen. Ze zijn eindelijk helemaal in New York. En nu gaan we eten. Eerst avond meteen een shake check. Lekker burgertjes. Ze zijn helemaal flabbergasted. Wat vind jij ervan? Ik vind het heel leuk dat we bij jou zijn. Ja. En ik ben onderweg om even koffie te halen en daarna even lekker een rondje te lopen door Central Park. En dan vanmiddag weer lekker naar die meiden in Soho. Daar heb ik wel heel veel zin in. Het is wat later en ik ben nu onderweg naar die meiden. We zijn elkaar tegemoet aan het lopen op Fifth Avenue. Dus ik denk dat ik ze binnen nu en 10 minuten wel tegen het lijf loop. En dan gaan we even nog een stukje door Central Park wandelen. En dan hebben we vanmiddag een lunch bij Baltasar in Soho. En verder eigenlijk geen idee wat we allemaal gaan doen. Want ik heb me niet echt vermoeid met de planning. Ik heb wat dingen doorgestuurd en ze hebben allemaal zelf gewoon een beetje gekeken wat ze willen doen. Ik heb ze me inmiddels gevonden. En even lekker croissantje. Geef hem een stukje croissant. Of een croissant. Hij kijkt ons aan. Ik vind het eng. Hij spreekt zo meteen. Zullen we hem een stukje croissant geven? Kijk, hij valt je aan. Kom maar hier. Hij valt je aan. Hij zit straks in je haar. Eraan, hoor. Hij komt eraan. Oh, die handjes. Die handjes. Kom dan. Kom. Ja. Hey. Oh, een croissantje? Nee, is op. Ga echt bijten hoor. Oh nee, flikker op. Even lekker bananenpuddingtje. Gaat ze met de bananenpudding? Nou, ik ben heel benieuwd. De hele week naar huis gekeken. Lekker toch? Heel lekker. Echt heel lekker. Hier heb je een lepel. Het is heel lekker dit. Ik denk dat dit heel goed is. Nee, vind je wel lekker? Oh, lekker zeg. Lekker? Jullie houden niet van. Nee. Ik vind het ook lekker. Nee. Jawel, lekker. Wij gaan hier even lekker lunchen bij Baltasar in Soho. Lekker eten. Allemaal aan de steek te daar. Allemaal aan de steek te daar. Cheers! Oké, ik vind de wijn heel erg goed hier. Je kan hier goed terecht voor een betaalbaar wijntje. Ja, hè? €60 voor een fles. Wie doet je dat, hè? Hoop je. Ik hoop het. €15 per glas. Ja. Hoop het.
discussie? Ja. Oh, you can... No problem. No problem, no problem, Kim. No problem voor Kim. No. Lekker, jongens. Die frietjes zien er ook echt lekker uit. Oh, dat ding van mij is zo goed. Jezus, ja. Thank you. Oh, wow. Wow. Wat een bak, man. Jezus, lang. Ja, is goed. Oh, mijn rokje. Oeh! Waarom rent die bij mij af? Dat zijn mijn schoenen. Nou. Nou, zitten we lekker bij Bobo. Moet je eens even kijken wie er is. Leuk bestek voor jou. Echt zilver. Lekker. Brrr. Wat lekker. Ja. Het is vandaag vrijdag en ik ben nu onderweg naar Hurley's weer. Want Nederland speelt vandaag tegen Argentinië. En dat ga ik met die meiden en nog wat mensen die ik ken kijken bij Hurley's weer. Dus ik ben benieuwd wat ze gaan doen. En ik zit ook alweer helemaal in de glitter outfit. Want we gaan daarna meteen door ook. Tenminste, ik kom niet meer thuis in de tussentijd. Dus ik denk, nou, dan haal ik de glitters maar alvast uit de kast. Met glitterbroekje aan voetbal kijken. Jongens, wij zijn in de boosters. Lekker man. Ja, doe ik hem ook. Nou, lekker. We gaan lekker samen eten. Heerlijk. Vandaag zaterdag en dat betekent dat ik deze vlog ga afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken weer. Vergeet je niet te abonneren. Vergeet deze video niet te liken als je hem leuk vond. En hopelijk weer tot volgende week. Doei doei!